Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vrij veel bewolking boven Nederland en er vallen buien. In het noordoosten van het land valt eerst nog wat winterse neerslag en dat geldt ook voor de heuvels van Limburg. Het is vrij bewolkt in het midden en oosten. In het westen van het land breekt misschien af en toe de zon al even door vanochtend bij 2 tot 5 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur verder op en wordt het 5 tot 7 graden. En vooral in het westen duidelijk meer zon. In de rest van het land wordt het in elk geval wel een stuk droger en de kans op winterse neerslag loopt eruit. In de avond een enkele bui, misschien langs de kust, maar verder droog weer met wat opklaring en de temperatuur die daalt naar 4 graden. In de nacht kan het landinwaarts licht vriezen en tegen de ochtend gaat het dan in Zeeland regenen. Landinwaarts kan ook wat natte sneeuw vallen en misschien dat het hier en daar zelfs even wit wordt. In de neerslag wordt het nog niet eens 4 graden, daarbuiten om 5 of 6 graden op de thermometers. Dan een wisselvallig weekeinde met zonnige momenten, maar ook met buien. En die buien kunnen een winterskarakter hebben. Zowel zaterdag als zondag wordt het een graad. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl